Welkom bij Hanze Talk, de talkshow met Doesburgse ondernemers over ondernemen in Doesburg. Opgenomen vanuit restaurant De Liefde in Hartje Doesburg. Met vandaag te gast Anita Hesse. Welkom Anita. Ja, dank je. Jij bent eigenaar van Pand 41. Een kledingzaak wilde ik zeggen, maar eigenlijk zijn het inmiddels al twee kledingzaken. Vertel eventjes wat Pand 41 precies is en wat jij precies doet. Nou, wij zijn een dames- en herenzaak. We zijn 4 jaar geleden, volgende week 4 jaar, bestaan we met de dameszaak. We zijn toen een jaar later zijn we met de herenzaak in de dameszaak begonnen. Maar dat was een heel klein hoekje en dat werd steeds groter en groter en we konden daar eigenlijk niet verder. Toen hebben we besloten om apart te gaan, dus we zitten daar nu een jaar met de herenzaak. Apart, in de Meipoortstraat. Ja, want daar zit je in de Meipoortstraat. Je dameszaak zit in de Kerkstraat. Ja. Twee panden in het centrum. Hoe organiseer je dat? Hoe heb je dat organisatorisch heb je dat geregeld? Nou, dat doe ik niet helemaal alleen. We hebben natuurlijk een heel team met personeel. Die mij daar helemaal bij ondersteunen. En de ene dag gaan we bij die winkel staan. En de andere dag, we roleren dat eigenlijk. En dat is eigenlijk heel leuk om te doen. En achter de schermen doe ik dat samen met mijn man. Mijn man doet de administratie, dus dat hoef ik ook niet allemaal alleen te doen, want dat zal wel heel veel zijn. Dus ik moet zeggen dat ik dat met mijn collega's heel goed kan organiseren. En even een persoonlijke vraag, wat vind jij leuker? De kledingzaak staan of in de mannenzaak staan? Nou, ik vind het allebei heel erg leuk, maar de dames, dat is wat uitdagende. Bij de dames, die kun je echt helemaal aankleden en die zijn wat onzekerder soms ook om zichzelf. Okay, dus die vragen vaak meer van hoe staat dit of hoe staat dat. Ja. En dat kun je echt voor de dame uitzoeken. De mannen zijn wat makkelijker. Okay. Die zijn soms in 10 minuten klaar. Oh, die zijn wat sneller dan. Ook heel leuk hoor, maar ja. dat is heel anders verkopen dan dames. Ja. Ja. Je had eerst een hoekje voor de mannenkleding. Uiteindelijk is dat een aparte winkel geworden. Heb jij ook nog plannen om dat uiteindelijk bijvoorbeeld in een grotere omgeving, in een groter pand, toch weer samen te laten komen? Daar hebben we eens over nagedacht. En wie weet gaan we dat ooit doen. Alleen ik ben helemaal verknocht aan het pand aan de Kerkstraat. Het is gewoon een supermooi monumentaal pand. Ja. En een hele goede locatie. Aan de andere kant denk ik ook, als de mannen weer bij de dames ingaan, wordt het weer wat groter. En nu denk ik, weet je, je kunt nu echt aandacht aan de man besteden, maar ook aan de vrouw. En ik vind het apart eigenlijk wel heel, het kneuterige, dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. En dat hoor ik van de klanten ook terug, van gewoon de aandacht. En ik twijfel daar nog over of ik dat samen moet doen. Oké. Hey, een kledingzaak runnen is ook vooral vooruitkijken. Inkopen voor de seizoenen. Mm-hmm. In ons voorgesprek gaf je al aan dat je nu al bezig bent alweer voor de inkoop voor de winter. Hoe moeilijk is dat? Hoe lastig is dat om nu al de mode te gaan bepalen voor het komende winter? Ja, nou, dat is best wel lastig. Je krijgt natuurlijk van de vertegenwoordiger krijg je alle items te zien wat weer de nieuwe kleuren zijn, wat de modellen zijn. Ik vind het nu een stukje lastiger worden omdat je natuurlijk corona hebt gehad. Ja. Hè? Je hebt best wel wat dingen over. Dus je gaat nu wat kritischer kijken. Gewoon wat hebben we nog over waar we nog niet zo goed in hebben. Wat we wel weer straks in het beeld kunnen mengen. Dus je bent daar wel wat. Je gaat er wat beter op kijken. Voor de rest ga je kijken welke klanten heb je. Waar is vraag naar? Daar kijken we een beetje naar. Ik luister heel graag naar de klant waar vraag naar is. Dus het is niet wat ik leuk vind. Ja, ook wel. Maar we kijken ook wel wat de klant wil. Maar geeft die klant nu al aan van, hey, ik wil komende winter wil ik dit of dat dragen? Nee, dat niet. Maar je weet wel een beetje waar ze naar zoeken. Ja. Op een gegeven moment weet je wel een beetje wat je klant zoekt. Ja. En wat ik ook doe, dat hoor je ook niet zo heel vaak. Ik neem om en om neem ik mijn collega's mee. Dus de ene keer neem ik mijn andere collega mee. Die is weer wat ouder, die is 60 plus. De andere die is weer 50 plus. Soms neem ik mijn dochter mee. En dan heb je verschillende leeftijden. Ja. Dus je kunt ook een beetje inspelen op alle leeftijden. En niet dat ik alleen naar mijn eigen smaak ga kijken. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat iedereen die in de winkel staat, ook achter de smaak van de kleding staat. Dus je koopt eigenlijk met 4 ogen in, om het zo te zeggen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, komende zomer. We zitten nu nog in de restant van de winter. Maar we hunkeren alweer naar de komende zomer. Wat wordt de kledingtrend voor komende zomer? Nou, toch wel weer kleur. Dus er mag heel veel kleur komen. Het fuchsia roze, het rood, het felgroen.
Paars moeten we niet vergeten. Nou, voor de mannen is dat weer anders. Heb je weer het koraalrood. Het hele mooie kleuren blauw. Ja, er zijn natuurlijk altijd basiskleuren die altijd doorgaan. Maar je hebt een aanvulling van net even wat anders. En die kleuren, komt dat dan ook omdat wij aan de coronatijd komen, een wat donkere periode, dat het daardoor extra kleur moet krijgen? Ja, of? Misschien wel. Ik denk dat de mensen er ook wel weer zin in hebben om weer een beetje gekleurd door het leven te gaan. We hebben het al zo saai gehad. Maar het modebeeld is eigenlijk voorjaar, najaar is toch altijd wel weer anders. Je ziet altijd weer naar de zomer toe dat er toch weer kleur mag komen. En dat inkopen, hè? Heb jij vaste inkoopadressen of hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Ik heb vaste inkoopadressen, ik heb mijn vaste merken. En die maken dan met jou een afspraak wanneer we weer bij elkaar kunnen komen. En dan laten ze ons de collectie zien. En die orderen we dan voor en dan een beetje een half jaar van tevoren. Okay. En dan maak ik overal foto's van. Dus wat ik inkoop, maak ik foto's van. Dus ik weet ook precies wat ik krijg. Want als je dat niet doet, dan weet je een half jaar later niet meer wat je besteld hebt. Ja, precies. En dan kijk je ook een beetje per merk dat je niet allemaal dezelfde kleuren gaat kopen. Dus dat je wel een beetje een verschillende mix inkoopt. Ja. Ja. Je zegt foto's, maar ik weet ook dat je heel erg met filmpjes bezig bent. Want mm-hmm. Jij bent eigenlijk online ook heel erg actief met het maken van video's. Ja. Waarbij je de kleding draagt die je dan wil verkopen. Hè? Ja, dat werkt toch. Ik merk als we het een keer niet doen, dat we van klanten krijgen te horen van wanneer maak je weer filmpjes? Oh, ja. Okay. Want ze willen het gewoon aanzien. Ik bedoel, ik heb een andere maat dan een gewoon standaard model die maatje 36 heeft. En niet iedereen, merendeel heeft dat niet. En dan willen ze toch zien hoe het staat. Ja. Dus het werkt wel als ik het op Facebook zet. Ja, dat is natuurlijk gratis reclame. Ja. En de volgende dag staan ze vaak op de stoep van, wat jij aan had, waar hangt dat? Dus dat is, het werkt. Nou, de coronasluiting is natuurlijk een vervelende periode geweest. In die tijd ben je ook overgestapt op naar een webshop. Hoe is die ervaring geweest om in één keer een webshop te gaan runnen? Ja, goed. Ja, we hebben er eigenlijk heel lang over nagedacht. We hadden er al wel vraag naar. Maar toen dacht ik, ja, wat een werk, hè. En moeten we dat dan wel doen en moeten we dat wel willen? Maar toen corona eraan kwam, dachten we, ja, misschien moeten we toch maar eens aan die webshop gaan denken. Want stel dat we dicht moeten en dan. Dat hebben we toen in maart gedaan, net voordat we met z'n allen moesten sluiten. En ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Toen konden we wel door. En we werden toen heel veel lokaal werden besteld. En met mijn autootje ben ik langs de deuren gegaan en de spullen zelf gebracht. Maar ook verder. En ja, nu corona, nu we weer open zijn, merken dat die webshop toch wel doorgaat. Maar nu verder weg. Dus je hebt eigenlijk een nieuwe doelgroep ook aangeboord daarmee? Ja. Ja. Het is heel druk, maar wel heel, heel leuk. En naast. Maar ik vind nog steeds de fysieke winkel blijft het leukste. Ja, want hoe doe je dat nu in de combinatie fysieke winkel-webshop? Is het goed te organiseren of loop je tegen dingen aan? Nee, het is wel goed te organiseren, maar je moet je voorraad heel goed op orde hebben. Ja. We hebben nog geen automatisch kassasysteem. Dat gaan we in de toekomst wel doen. Dan heb je je voorraad gewoon beter op orde. Nu moeten we overal foto's van maken wat we in de winkel verkopen. Want anders klopt de voorraad weer niet. Dus dat moeten we allemaal afboeken, handmatig. Ja. Dus dat is wel heel veel dubbelwerk. Maar goed, dat is nog een wens van ons. Ja. Die coronaperiode, dat is natuurlijk ook een periode waarin alles in één keer stilstaat. Dat je even denkt van, wat gaat er gebeuren? Wat heeft het jou als ondernemer geleerd, die coronasluitingen? Ik heb wel geleerd dat ik nooit bij de pakken neer moet gaan zitten. Ik heb altijd geleerd van, als ik iets wil, dan ga ik ervoor. Ja. En ik heb nu wel geleerd dat ik er sterker uit ben gekomen. Ik ben altijd doorgegaan en bij de mensen langs gegaan, mijn service laten zien. En ik weet dat het gewoon nu gewaardeerd wordt en mensen weer terug bij je komen. En en soms moet je gewoon even hand op de knip en even rustig aan doen. En nu denk ik, weet je, de mensen zijn wel weer trouw aan je en komen wel weer terug. En dat merk ik wel. En ik wil gewoon door wat er ook gebeurt. Ja, ja. Mooi, mooi. Ja. Hey, nog even terug naar het online. Er zijn natuurlijk, als we kijken naar de online retail, zijn natuurlijk giganten als een Zalando en een Weekamp. Hoe is het dan voor jou als kleine online ondernemer, hoe is het dan om tegen die grote jongens te knokken? Ja, daar kun je niet tegen knokken. Ik denk niet dat ik het daarvan kan gaan winnen. Maar ik denk wel dat wij onze merken en onze service, dat gewoon blijft. We bezorgen eigenlijk heel snel. Ik bezorg persoonlijk binnen 15 kilometer en anders sturen we het op. Ik denk ook niet dat ik daar tegenaan wil knokken. Want mijn fysieke winkel blijft het belangrijkste. Dat ik er gewoon voor de klant ben. Ja. Ja.
mooi, mooi. Heb je nog wensen ten aanzien van je webshop? Dat je zegt van, goh, ik wil toch blijven ontwikkelen op webshopgebied? Of zeg je van, nou, de komende tijd zit die ontwikkeling vooral weer aan de fysieke winkel? Of hoe zie je het voor je? Nou, de fysieke winkel ook nog wel. Maar ik wil ook wel online, dat we via online e-kaarten kunnen bestellen. Dat mensen dan een cadeaubon ook online kunnen gaan bestellen. Dus daar zijn we nog mee bezig, om dat wel uit te breiden. Ja. En dan kun je ook meer naar de cadeaubonnen acties gaan bijvoorbeeld. Ja, precies. Hè? Ja. Dus daar zijn we ook nog wel mee bezig. Ja. Leuk, oké. Okay. Ja. Hey, pand 41, je bent nu een aantal jaar bezig. Als ik dan de vraag stel, waar staat pand 41 over pakweg 5 jaar als onderneming? Wat is jouw beeld dan wat je in je hoofd hebt? Ik hoop dat we op dezelfde manier door kunnen gaan zoals we nu doen, met een heel mooi team. En of samen of apart. Maar ik hoop wel dat we dat met die twee winkels voor heren en dames en nog een stukje uit kunnen breiden in de schoenen. Okay. Want dat missen we natuurlijk in Doesburg ook. Ja, ja, zeker. Dat we daar gewoon sterk in kunnen blijven en worden. Dat hoop ik, ja. En wat zijn jouw plannen als je hebt over uitbreiding en schoenen? Heb je concrete ideeën daarover? Ja, we zijn voor de mannen met een nieuw merk bezig. Australian Shoes, dat is echt leren schoenen. Daar zijn we mee bezig. Met dames krijgen we nog hele mooie slippers erbij. We hadden eerder wat goedkopere merken. En we willen nog wel in het middensegment blijven. Maar wel meer in het echt leer. Dus wel in de kwalitatief goede schoenen. Ja. Leuk, leuk. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Anita. Ja, graag gedaan. En nu bedankt voor het kijken naar Hanzetalk, de talkshow met Doesburgse ondernemers over ondernemen in Doesburg. Opgenomen vanuit restaurant De Liefde in Hartje Doesburg. Volgende keer zit hier weer een inspirerende ondernemer in deze stoel. En ik sluit af met de leus: koop lokaal.